De ministers van Buitenlandse Zaken van Latijns-Amerikaanse en Caribische regio, LAC, zullen van 27 tot en met 29 mei bijeen zijn in Berlijn, Duitsland. Dit gebeurt op uitnodiging van de minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland. Gedurende deze meeting zal van gedachten worden gewisseld over investeringsmogelijkheden, de strijd tegen klimaatverandering en het verbeteren van het contact tussen de LAC-regio en Duitsland. De Surinaamse delegatie wordt geleid door de minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Polak-Bigli. Tijdens een ontmoeting met vertegenwoordigers van het Duitse bedrijfsleven heeft Suriname gewezen op de vele investeringsmogelijkheden op het gebied van landbouw, mijnbouw en toerisme. De vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken zal worden afgesloten met de aanname van een gezamenlijke verklaring van de Latijns-Amerikaanse en Caribische landen en Duitsland.